Suriname gaat door belangrijke hervormingen gezondheidszorg. Suriname gaat door belangrijke hervormingen op het gebied van gezondheidszorg. De huidige regering heeft in het in 2010 met de samenleving gesloten sociaal contract basisgezondheidszorg tot een prioriteit gemaakt. Dit hield vice-president Ashwin Adin zijn gehoor gisteren voor tijdens de Universal Health Coverage, welke onderdeel is van de 74ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.